Hallo, leuk dat je kijkt naar week 13 van mijn zwangerschap. En wij beginnen deze week met een weekendje weg met mijn ouders. Mijn moeder is dit weekend jarig. En het weekend weg beginnen we met de 13 weken echo. Dat is iets nieuws. Het is hetzelfde als de 20 weken echo. Heel belangrijk, ze kijken dan naar afwijkingen bij de baby. Dat hebben ze nu sinds 1 september, wat 2 dagen geleden was, is dat nieuw. En wij zijn echt een van de eerste die dat mogen. Dus na vandaag weten we eigenlijk of echt alles goed is met de baby. Zover ze dat in de buik kunnen zien. Dus daar gaan we nu naartoe. En daarna een weekendje Centerparks. Ik heb helemaal niks meer gevlogd van het weekendje weg. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Wat slecht. Maar ik wil nog wel eventjes laten weten dat alles goed was met de baby. De maag, hartje, armen, benen, ruggetje, hoofd. Alles was goed wat hij kon zien. Was helemaal goed. Het bewoog goed. Hij heeft echt wel vaak benoemd dat het een prachtig mensje, een prachtig kindje was. Of een mooi kindje. Nou, in ieder geval dat het in ieder geval allemaal in orde was. We hebben nog geprobeerd om eruit te krijgen of het een jongen of een meisje was. Maar daar wou hij niks over loslaten. Dat mag ook niet. Schijnbaar is dat echt verboden voor echoscopisten om dat te vertellen tijdens deze echo. Omdat anders mensen deze echo voor de verkeerde redenen gaan doen. Het gaat er natuurlijk om dat je deze echo kiest om te weten of je baby misschien afwijking hebt. En mocht het dan zo zijn voor verder onderzoek. Of dat je dan dus in het ergste geval de zwangerschap vervroegd afbreekt. En het gaat dus helemaal niet over het geslacht. Dus daar moeten we nog op wachten tot de 20 weken echo. Dat duurt nog wel eventjes. De echoscopist zei wel, ja, als je vanavond naar mijn pret-echo zaak komt, dan kan ik je wel vertellen wat het is. Maar ik mag het echt niet zeggen tijdens deze echo. Nu vinden wij een echo super, super leuk en super bijzonder. Maar ja, ik zou er toch niet snel extra geld voor te betalen om dat dan te weten. En ik ben er ook gewoon nog niet helemaal ready voor om te weten wat het is. Ik vind het wel leuk om daar nog heel even mee te wachten. Ik vind die onwetendheid nu nog best wel leuk. Dus dat gaan we niet doen. We gaan niet naar een echoscopist. Maar goed, alles is goed. Dus nu kunnen we het eigenlijk aan de hele wereld vertellen. Dus dat ga ik deze week ook doen. Het is vandaag 7 september en ik heb net online gezet dat we zwanger zijn. En het is echt overweldigend, de berichtjes. Ik was gewoon zenuwachtig van tevoren. Want ik was bang dat mensen dachten, saai nieuws. Oh, weer een mama. Maar echt niemand, waarom zou je ook zo reageren? Geen idee waarom. Maar ik ben echt overweldigd door de lieve berichtjes van iedereen. Echt. Op mijn WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Discord. Overal lieve berichtjes. Ik ben gewoon helemaal... ik weet niet. Heel apart. Ik had niet verwacht dat ik zo leuk zou vinden dat iedereen me feliciteert hiermee. Echt bijzonder. Ik had eigenlijk vanochtend even moeten filmen. Dat je zag dat ik bezig was met de video editen. De aankondigingsvideo. Die overigens echt super leuk is geworden. Dus heb je die nog niet gezien? Zou wel een beetje laat zijn. Want dit is al week 13 vlog. Dan moet je die nog wel even kijken. Want het is heel bijzonder. Ik vind het zo bijzonder aan die video. Dat ik dat eerste shot waarin ik zeg het is 5 april en ik ben gestopt met de pil. Dat is een heel bijzonder moment. Kijk, nu achteraf denk je, oh, leuk dat je dat hebt vastgelegd. Maar op dat moment toen ik dat filmde, wist ik helemaal nog niet of ik überhaupt zwanger kon worden. Dus dat is heel bijzonder, heel kwetsbaar ook om dat te filmen. Uiteindelijk
weet ik natuurlijk niet als ik niet zwanger kon worden. Of ik dat geplaatst had. Geen idee. Gelukkig heb ik het wel kunnen plaatsen. En nou ja, ik wou dit nog even in de vlog wel zeggen. Dat het echt... Ja, mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen. Ik moet eigenlijk boodschappen doen. Maar ik ben het aan het uitstellen. Want ik kan niet wachten om live te gaan streamen. En gezellig met jullie te praten over de zwangerschap. Eindelijk. Ik hoef eindelijk niet meer te verbergen. Kan. Iedereen weet het nu. Dus ik hoef me niet meer te hiden. Stiekem mijn buik verstoppen. Maar goed, nu kunnen we echt gaan beginnen met vloggen. Ook van alles, weet je wel, dat andere mensen het kunnen zien dat ik aan het vloggen ben erover. Maar goed, kleine update. Zo groot. En hij wordt steeds groter van het scherm. Die navelstreng ook. Heel bijzonder. Even kijken. Wat zit erbij? De huid van je baby is op dit moment erg doorzichtig. Alle adertjes in het lichaam zijn zichtbaar. Ontwikkeling longen. De longen ontwikkelen zich verder en je baby oefent het in- en uitademen van vruchtwater. De armen van je baby hebben nu juiste verhouding ten opzichte van het lichaam. Maar de benen zijn nog iets korter. Oké, even kijken hoe groot die is ook. Groot als een brownie, een perzik of een eendje. Oh my god, dat is fucking schattig. Nou, zo groot zijn ze nu dus. Oh wacht, 3,4 inch. Ik snap niet waarom dat niet in centimeters is. 43 gram, dat is nog niet zo zwaar. We zijn aangekomen bij week 14 en we gaan meteen iets doen waar ik echt heel erg naar uitkijk. Als jullie de afgelopen clips een beetje gezien hebben, de afgelopen weken, heb ik op mijn neus, kun je het zien, een gerstenkorrel. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik liet het zien aan een schoonheidsspecialist, die ook een vriendin van me is, Rosanne. En die zei, ja, door je zwangerschap kan het zijn dat je huid, dat de zwangerschap je vocht uit je huid onttrekt. En daar ontstaan gerstenkorrels van. Dus vandaar dat hier een gerstenkorrel is gekomen. Ik dacht eerst dat het een pukkel was. Maar je kunt ze niet... je kan ze wel zelfs wegsnijden, maar de kans op een litteken is best wel groot. Dus dat ga ik nu bij de schoonheidsspecialisten doen. En die gaat meteen mijn hele gezicht een peeling geven. Dus ik verwacht helemaal een glow na vandaag. Dus dat zijn de plannen voor vandaag. Zo, mijn huidje is weer heel zacht, puistloos. Dat deed trouwens heel veel pijn. Maar ook gerstenkorrelloos. Klein bultje zit er nog, maar dat trekt vanzelf weg. Dus helemaal happy ermee. Rosanne heeft het goed gedaan. Nu ga ik eventjes wat vlogs editen, want ik heb echt een achterstandje. Dus dat ga ik maar doen. Ik wil eventjes mijn buik laten zien. Die is zo groot. Het is echt wel een buikje aan het vormen inmiddels. Maar nog niet heel groot. Maar ik had hem al even niet in de vlog laten zien. Dus ik dacht, ik vlog hem even. De dag is aangekomen dat ik voor het eerst ga baby shoppen met mijn moeder. We gaan naar prenatal. En ik ga jullie uiteraard meenemen. Maar eerst even lekker douchen en klaarmaken voor de dag. We zijn aangekleed. Dit is de enige broek die ik nog pas. Dus dat is een taakje voor vandaag. Broeken kopen. Passende broeken kopen. Dus waar mijn buik in kan. Want we kunnen het niet ontkennen. Er is een buik. Hij is nog niet groot. Maar dat verandert iedere week. Dus er moet echt
broekjes komen. En misschien dat ik ook een nieuwe BH ga kopen. Want ook die passen bijna niet meer. Dus, dat zijn de taakjes voor vandaag. Maar het was wel een eigenlijk om aan te krijgen. Mm-hmm. Nou, dan komt het omdat hij nieuw is.